geen goede bal van de Flem. Maar Pauw probeert Aulad vrij te spelen. En dan is hij gevaarlijk in de 16. Aulad. Ja. En vanuit de tweede lijn de knal. En de redding van Kozemans. Hele grote mogelijkheid toch wel voor Westerlo. Aulad is mee. Moet hem nu krijgen. Geen buitenspel. Heel veel ruimte voor Aulad aan de rechterkant. Schouter de vraag naar de tweede paal. En daar is hij. En een hele goede redding van Kozemans. Grote mogelijkheid voor Westerlo. En dan ook nog eens door zijn benen gespeeld, Robson. Badri gaat door. Badri zelf. En Kozemans, goede redding. Hele goede actie van Badri. Anis Badri. Schop in twee tijden. Diaby. Badri. 1 minuut extra ondertussen. Badri. En Kozemans opnieuw. Houdt hem ten tweede malen van het doelpunt. Een halve minuut nog in de reguliere speeltijd. Castillo. En alleen een geweldige save van Kozemans voorkomt de 0-3. En de tweede goal van... Van der Brugge. Krijgt hem voor de voet van Lozinho. Trap maar eens. Lozinho, bal wijkt af. En Kozemans met een mooie redding. Gerson die die bal deed afwijken. En een formidabele redding van Colin Kozemans. Kom maar, goed kan. Siani. Over Paul. Kozemans. Rustig. Losada. Losada. En de redding van Kozemans. Het is nog niet gedaan. Losada. Swinkels in één tijd. Verkouteren. Terugleggen. Op Kasmi. Sayed. Voor het eerst aan de bal. Het schot met links en de goede parade van Kozemans. Schot van Kasmi was het. Sayed nog eens bijna. Ja, dat. Dit hebben ze nodig, althans Waasland even in balbezit blijven. Het is te veel alleen maar verdedigen op dit moment. Batshuayi, daar is hij goed in. Batshuayi. De manier waarop hij daar uitkomt was indrukwekkend. Goed gered. Van Kozemans. Dat is heel goed weg. Van Beveren. En ergens een man meer situatie creëren. Junior Dutra. Opnieuw Kaya. Goed balletje dan bij Harbawi. Maar Kozemans stond dat hen te keepen. En het was bovendien ook gewoon buitenspel. Nu staat hij wel goed. En daar komt Kaya. Honor Kaya over de muur. En een uitstekende parade van Colin Kozemans. Ja, veel beter. Iets meer dan 5 minuten. Plus nog toegevoegde tijd. En dan zit deze eerste helft erop. Wel dat zien, dat was niet zo goed. En Rami Gershon. Dat was ook geen overschot. Het loopt gelukkig voor de thuisploeg goed af. Of de kopbal. Gerkes. Dat is geen kwaaie bal. Kozemans met de borst. Voor de neus van de Keulaar. En dan vooral hoog. Weggetrapt, dan heeft hij alle tijd om terug in zijn doelgebied te gaan postvatten. En niet zo makkelijk voor Chip. En beide doelpalen toch maar bezet houden. De kopbal Simaes. En nu nog geen doelpoging. Dat was Koulibaly. En dan Kozemans op de inzet van Gerkes. Nu was het al even heet voor het doel. Ibu moet de bal teruggeven. Of gaat hij hem zelf in het pak gooien? Sawane Ibu. Lage bal. Borstcontrole Thompson en de save van Kozemans. Uitstekende mogelijkheid. 2 of 3 ben je daar niet vanaf. Verre bal van Renault. Hier is Ruitings die niet kan aanleggen. En hij laat de bal wel voor Van Goetem. Hier dan Van Eno en Kozemans opnieuw. Lucas Van Eno. Getrapt. Een goede kaats was dat van Trajkovski. Trajkovski uiteraard. Henkes. Ja.
Ciani. Voorzet naar de tweede paal. Makkelijk geplukt door Kozemans. En volgt hij de instructies van zijn trainer. Nee. Dat hij de loopgraven moet induiken. En scherp moet blijven. Om die aansluitingstreffer te verhinderen. Charju, heel slim. En Kozemans gooit zich dan voorop in de strijd om Eriksson ook te stoppen. Nou, prima bal van Charju. De lijn is er helemaal uit. Le Postelec. Dit is wel een goede bal. Angeli kan naar de linker zoeken, die wijkt af. En kijk eens, ja, Colin Kozemans mag zich daar even onderscheiden. Niet zo eenvoudig. Prima save. De bok, Vadi Zodzidja. Vasquez, slim balletje, Sobota, geen 2. Dit was weer een ingeving van Victor Vasquez en het waren dezelfde hoop. Wat is de veerkracht van dit Club Brugge? Dat leek de voorbije wedstrijden toch zakelijk te kunnen voetballen als het moest. Zodzidja, goede bal, onze man stuurt plan. De achtste hoekschop voor Club Brugge tegenover 0 voor Waasland-Beveren. Lestien, de bal die lang onderweg is en Kozemans, ja, die heeft genoeg kunnen oefenen. Ja, die heeft het vertrouwen, dat merk je. Nu zal ze toch scherper moeten gaan aansnijden, strakker moeten gaan inspelen. Ja, Demjan die gaat het duwen met de bok. En nu ook met Simon Scherben. Nog een kwartier en dan is het winterstop. Zodzidja, Zodzidja tegen KV Mechelen scoorde hij van op afstand met een... Hier is Diabang. Jonker, opnieuw Diabang. Voor doel is Prodel als enige. Bij Waasland-Beveren zijn ploeg. Gomsi met de versnelling. En dan moet die bal goed zijn. Nou, zeker niet verkeerd voor Cordaro. Jammer genoeg. Voor KV Mechelen kan hij de bal niet raken. Of toch niet goed. Dat was nog wel de ultieme. Wel Diabang. Maar komt niet tot een schot. Cordaro, goede voorzet. Net te hoog. En dus wordt het een makkelijke vangbal voor voor KV Mechelen. Nou, waarom niet een van die brekers op dat middenveld inruilen voor een aanvallende man? Hier is Diabang. Diabang! Dat zou Harm van Veldhoven wel eens kunnen doen. Bijna een kans. Die echt. En 45 minuten tegen 10 spelen. Heeft voorlopig weinig kansen opgeleverd. Maar 1-0 in het begin van de tweede helft of in het slot. Dat is goed genoeg. Maar Kozemans pakt de bal. En dan zijn de... Dus Geel had hier altijd gemoeten. Dennis Praat. Kozemans, dat zal deugd doen. Goed komen plukken. Geeft even lucht aan je verdediging. Nou, de eerder gevaarlijke bal in die kleine rechthoek. Hier kwam Kozemans zowaar tegen in een Italiaan. Terwijl je op een bepaald moment gaat twijfelen, die doorloopt op de doelman. Die krijgt misschien een derde man die vrijkomt. Gillet. Probeerde Najar te bereiken, die even zijn voetje laat hangen. Niks aan de hand, zegt Boeko. Kozemans had die bal toch al lang. Diaté van den Borre, goed weggelopen van Najar. De ruimte vrijgemaakt voor Van den Borre. Mooie voorzet, Mitrovic. Duw in de rug van Belosin of niet. De kopbal in het midden van het... Die bal in één tijd blind voor de goal te brengen. Chale hier op links, niet aan het feest hoor. Komt nu nog net terug, Kozemans voor Mitrovic. Het zal op een andere manier moeten dan. Kleerstedt rooft de bal. Zij het slecht inspelen van Charlie. En goede reflex hoor van Kozemans. Die bal wijkt af op Londelle. Ja, die werd... Strafredding. Die werd... Nee, het moet Vezinovic toch beter doen. Zich te makkelijk aftroeven daar. Borre, Najar,
geven in één tijd. Niet makkelijk, een bal die uit je rug komt, uit de lucht. Nee, maar het moet je trappen, vooral goed van den Borre. Even telefoneren richting Sakala en die nam op. Keelcontrole leek het wel van Adjar. Goeie knal van Praat. Overtuigende trap. Weg de buurt uit. Sterks, mindere controle. Oeh, mooi. Vargas, heerlijk weggeglipt. Gelukkig voor hem de tackle van Bojovic ontweken. Gillet vraagt hem diep. Vargas wil zelf. Het is egoïstisch hier. Ja, begon met... Nee, echt top zijn ze niet uit de kleedkamer gekomen. Rechts ligt de ruimte. Vargas met zijn derde schot. En deze keer scoort Klesten. Jawel, nee! Kozemans. Even buitenshuis. Maar vier thuis. Geen enkele ploeg doet minder. Bergen heeft er 12. Bemba knap. Kozemans door het werk. En nog even die bal aangeraakt. Hoekschop. Deze keer wel. Nu veel hooi op zijn vork neemt. Even geen oplossing ziet. Charlie stak er een voetje tussen. Kozemans ver komen. Goed komen. Ik zat te denken bij een Bemba net. Ja. Met bepaalde acties. De tweede helft. Met die voorsprong en zeker dat die dubbele voorsprong. Tik van Asiampong, hij is goed. Mitrovic, Asiampong is sneller. Hij zegt, ik zal het wel afmaken. Maar doet dat dan niet. En hij geeft een penalty of niet? Nee, ik dacht nog heel even dat hij de penalty ging geven, want er was een... Er komen Brecht Jagere. Jansu Mahoro. Gevaarlijke bal, Kozemans haalt hem weg, dat is Caché. En die aarzelt dan misschien net iets te lang. Krijgt hij die bal nog voor? Nee, goed opgevangen door Jurgen Vermeulen. Bal binnengebleven, Cagé opnieuw. En dan in de voeten van Rauwe. Demjan, weggekegeld door Christophe Lepoing. Rafinha, wel voor handspel, wordt niet gegeven. Cagé. Kozemans er half naast en er is Neto met de kans en dan gaat hij over. Zeker Brugge neemt ik aan. Cagé. Rafinha mee. Cagé gaat zelf naar beweging. Daar is Kozemans. Wordt opgelet. En tijd uit zijn doel. Maar mooie beweging van Hervé Cagé. Tussen. Rafinha. Rafinha met Liskowski. Terug voor Van der Brugge. Brugge met rechts, schiet hem maar. En Kozemans moet weer plat. En moet er ook stop toestaan. Hij heeft zijn werk al gehad, Colin Kozemans. Mitro is pokusa. Potom. Potom je Shakira, Vitas en Vichekwan. Rechts twee doelpunten en niet zo gek veel kansen. Op het uur, ja, toen kwamen er wat kansen. Zoals nu met Silla. Meegeven aan Conte. Gaat hij zijn wedstrijd helemaal glans geven? Conte! Nee, hij schiet op Kozemans. Caceres stopt voor een open doel. We gaan. Goeie bal van Kenny Thompson op Messoudi. Op zoek naar Kostowski. En Kozemans die in de weg ligt. Dat is een kreun. Posto. Parte Viviani. La battuta di Viviani e la grande risposta di Kozemans. Mani nei capelli per Viviani. Fantastica. Battuta bene, quasi da fermo. Tre passi. Adesso c'è una superiorità numerica degli azzurri in attacco. Baselli, il tocco per Belotti. Posizione regolare, Belotti. Incredibile. Belotti spreca l'opportunità del 2-0. Era in posizione regolare. Incredibile, incredibile. Calcio di rigore con palla in movimento, straordinaria la giocata fatta con Fossati, pallone che viene allargato verso Biraghi, sale palla al piede, c'è Belotti nel mezzo, sì. Biraghi, il volo di Kozemans, calcio d'angolo per l'Italia. Incredibile, Biraghi ha trovato ancora la forza, la coordinazione e la luce. L'anno scorso protagonista anche nella promozione con 6 gol segnati e quest'anno già 2 assist per Rivière, capocannoniere della Ligue 1 contro il Montpellier. Pallone in profondità, lo scatto ancora una volta di Gatto che costringe all'uscita Kozemans, rimessa laterale in favore dell'Italia. Deve approfittare di queste situazioni. Piscitella,
affrontato da Vermaila. Prova Piscitella ad andare sul fondo, ci riesce il tocco corto per Belotti, forse con un braccio, Belotti la deviazione, il pallone termina sul fondo, occasione per l'Italia, calcio d'angolo per gli azzurri. Molto bene. Ed è appena entrato in campo, per questo l'ha fatto entrare Di Biagio. Non è facile. Parte Zappacosta, il destro è indirizzato verso Cosemans, ma viene bloccato a terra senza particolari difficoltà dal portiere del Belgio. Lukaku, c'è recupero concesso dal direttore di gara. Calcio d'angolo, ora sul punto di battuta c'è Battocchio. Pallone in mezzo, l'uscita di Cosemans, bravo, in mezzo a tanti. Ma io penso che sia non mee eens. Dit is de bal van Bruno. Colin Cosemans in een kleur waar hij in Brugge nooit mee zou mogen spelen. Prachtige controle van Leby. Suarez nu toch met de beweging. De eerste. Het is bijna de enige die echt de bal vraagt, Massimo Bruno. Ja, het is voor de rest inderdaad allemaal het kunstgras hier aan de kant. Tiaté, nee. Bruno. Echte topkracht is dit natuurlijk geen voorhoede die echt angst inboezemt. Nee, maar ook hier wel weer Bruno die redelijk wat vrijheid krijgt om die voorzet te trappen. Vinden we net ook al op met Chale. Die redelijk naar binnen knijpt elke keer, maar toch moet opletten dat Bruno... Aschampong. Aschampong, nog steeds Aschampong. Gaat hij het doen? Nee, Cosemans, mooie redding. Dit was eindelijk een echte flits. Ja, zo'n individuele actie. De eerste keer dat we hem zien ook, maar chapeau, mooie actie. Dan zien we het op zijn snelheid, zijn gekende snelheid. Lebihi, dat is moeilijk aangespeeld door Belosin. Daar gaat Suarez. Wat doet Belosin, de noodrem of niet? Nee, Suarez, nee! Uiteindelijk Cosemans. Je zag het van bij die... De vrije trap komt eraan. Agent voor de 1-2. Ja, dan 1. Ervin Zoukanovic. En een goede redding van Colin Cosemans. Nikolic. Belosin laat lopen. Daar gaat Serigioni erachteraan. En moet Cosemans zich reppen. Veel beweging bij Ederson. De kopbal is prima. Maar uitstekende voeten. Een goede voetballer. Raman kan die trappen. Nee. Gaat naar Losada. Losada! Oeh! Legt hem over. De vingertoppen nog. Van Cosemans. En dat was nodig. Prima trap van Van Akker. Tot bij Losada. Losada. Ja, dat is een goede bal. Met een twijfelgeval tussen een voorzet en een probeersel op doel. Maar makkelijk voor Colin Cosemans. De Dekker. Briand. Daar is ook een Jimmy. Een makkelijke pakbal voor Colin Cosemans. Knap gedaan van Van Akker. Oprukkend, goed gedaan hoor. En dan een goede steekpaas voor Ogun Jimmy, maar die komt net te laat. Niet gedaan, want we krijgen 5 minuten extra tijd. Vargas. Dat was een hele mooie vrije trap, slimme. Cosemans, uiteindelijk goed hier. Ovo velike šanse, Sidibe brani Kusemans, Sidibe ponovo, Kusemans tativa! Najbolja prilika na susreću. Evo centar šuta, Sidibe imali offside, Kusemans brani.